Unieke beelden van de bevrijding van de stad Groningen. Dit en nog veel meer is vanavond te zien in de NPS-geschiedenisreeks Andere tijden op Nederland 2. Onder de titel van Die day tot de Dam wordt een beeld gegeven van de bevrijding van West-Europa in de jaren 44-45. De Tweede Wereldoorlog is een van de eerste grote conflicten die met de camera zeer goed is gedocumenteerd. Gelukkig maar, want het aantal mensen dat het einde van de oorlog bewust heeft meegemaakt, wordt steeds kleiner. En zo wordt de kijker een uniek kijkje gegund op de bevrijding van onze stad door de Canadezen. Fascinerend en tegelijkertijd hartverscheurend om te zien hoe de geallieerde tanks met name in het centrum van de stad flink huishouden. De beelden zijn afkomstig van de Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen en waren nog niet eerder te zien. De uitzending van andere tijden van vanavond begint om 5 minuten voor 9 en is te zien op Nederland 2. Er komt dit jaar geen openluchtuitvoering van de opera Vledermaus door het Noord-Nederlands Orkest op de Vismarkt. De orkestleiding zegt alles op alles te hebben gezet om het festijn doorgang te laten vinden, maar de financiering bleek een te groot struikelblok. Die Vledermaus van Johan Strauss zou aanvankelijk op 5 juli worden uitgevoerd onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Eerder waren er al uitvoeringen op de Vismarkt door het NNO van Nabucco en Die Zauberflirten. Een videotheek aan de Nieuwe Ebbingestraat is afgelopen nacht overvallen. Een nog onbekende man drong de zaak binnen en dwong een medewerkster de inhoud van de kassa af te geven. Daarna vertrok hij aan de achterzijde van de videotheek, aan de kant van het Boterdiep, in de richting van het centrum. Het zou gaan om een lichtgetinte man van zo'n 1,60 meter lang in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie in Groningen.